Aquarius klankmeditatie, de mensheid in crisis. Ga gemakkelijk zitten. Zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen. Ontspan en word innerlijk stil. Zoals het individu leert zijn destructieve, kinderlijke neigingen op te lossen door zijn reden, zijn begripsvermogen, zo zal de mensheid dat ook doen. Daarom staat de mensheid nu op de drempel van een grotere volwassenheid en bevindt zich daarom in een crisis. Denk je dat de wereld waarin je leeft, oorlogen, misdaad, honger en allerlei andere problemen zou kennen, als het organisme van de mensheid niet net zo gespleten was en net zozeer voor een deel vanuit onbewust onjuiste veronderstellingen te werk ging als jij als individu dat doet?
Het is werkelijk waar dat lichaam, ziel en geest van de mens precies zo zijn als lichaam, ziel en geest van de mensheid als geheel. In alle organismen zijn dezelfde processen werkzaam. Een ogenschijnlijk enkelvoudige cel bestaat ook uit vele aspecten. Ook die wordt ziek als hij gespleten is. De vele aspecten in één cel zijn een evenbeeld van het grotere organisme waar de cel een deel van vormt, zoals het individu een deel vormt van het grotere lichaam, de mensheid. Werkelijke individuatie treedt op als de mens toegang krijgt tot zijn innerlijk denken, zijn innerlijke wil, zijn innerlijke bewustzijn. Dit gebeurt wanneer de oppervlakkige, bewuste of halfbewuste niveaus van het onbewuste grondig onderzocht en begrepen zijn.
Op het moment dat iemand met volledig begrip en oprechte evaluatie is doorgedrongen tot het lage van bewustzijn die zijn ware zelf, zijn echte bewustzijn omvatten, bereikt hij dat speciale punt, zijn werkelijke innerlijke situatie. Dit is een uiterst verheffende, vrede en vreugdevolle ervaring, maar vereist strikte eerlijkheid ten opzichte van jezelf. Als je de moeite neemt om achter de schijn, de uiterlijke manifestatie te kijken en je werkelijk de dingen onder ogen ziet die je dan tegenkomt, al kan dat in het begin moeilijk en onplezierig lijken, dan blijkt spoedig dat de situatie helemaal niet hopeloos is, dat er een prachtige, reële uitweg is waarbij geen van de betrokkenen afhankelijk is van ongecontroleerde omstandigheden. Als de wereldgeest op die manier begint te werken, zullen alle bestaande problemen werkelijk een oplossing vinden. Blijvende vrede kan op deze aarde alleen bestaan als de mensheid als geheel zo volwassen is dat ze deze weg naar het oplossen van problemen bereikt heeft.
dan kunnen de middelen van grof geweld afgeschaft worden, omdat de mens dan kan vertrouwen op reden en billijkheid in plaats van op macht. Hoe beter jij dit pad vervolgt op de manier waarop je het nu doet, steeds vaster besloten je weerstand te overwinnen om de waarheid in jezelf onder ogen te zien, hoe meer je ertoe bijdraagt dat de hele mensheid deze fase bereikt, waarin de problemen niet met tijdelijke, ontoereikende, maar echt met adequate middelen worden opgelost. Visualiseer voor nog 5 minuten dat jij je weerstand overwint en kom dan langzaam terug. Dankjewel.